Hele goede dag allemaal. Welkom bij een nieuwe video. Normaal beginnen we altijd natuurlijk wat enthousiaster. Wij hebben helaas door de omstandigheden die er nu zijn gebeurd, wat jullie ongetwijfeld mee hebben gekregen wat betreft het coronavirus, hebben we natuurlijk allemaal mee te maken en ieder op zijn eigen manier. De een moet gewoon eigenlijk thuis zitten en kan niet werken. Dat vindt hij afschrikkelijk. De ander die kan wel gaan werken en die is meer met zijn matties aan het chillen, et cetera. Ja, en de ander die kan zijn opa en oma niet bezoeken in het verzorgingstehuis. Volgens mij hebben jullie dat ook wel meegekregen. Ja, en bij ons, de meeste van jullie weten natuurlijk ook dat Bilal begeleid woont. En wij hebben ook het verschrikkelijk nieuws meegekregen dat ik eigenlijk dat Bilal niet naar ons toe kan komen. Zodat we elkaar niet gaan besmetten. En toen bedachten wij eigenlijk van, dan ga ik naar hem toe en dan maak ik gewoon het beste van. En dat we dan gaan koken of wat dan ook en dan in ieder geval elkaar gaan vermaken. Totdat ik eigenlijk een telefoontje heb gekregen waarbij ik te horen heb gekregen dat Bilal niet naar ons toe mag komen en wij niet naar Bilal. Dus wij mogen elkaar in dat opzicht niet zien. Dat is heftig hoor. Ik merk zelf dat ik er niet echt over praat. In ieder geval niet makkelijk over praat. Dus ik laat het meestal het gewoon een beetje. En ook als ik met mijn familie erover heb, praat ik er eigenlijk heel licht over. Maar het doet wel echt superveel met me. En laat staan Bilal. En ze hebben Bilal het proberen uit te leggen. Nou ja, en dat is natuurlijk wel iets wat heel moeilijk is. Want hoe leg je iemand uit die ongeveer 2-3 jaar in zijn hoofd is dat de coronavirus er is en dat je je familie niet mag zien? Of dat ze niet langs mogen komen? Dat is vrij heftig. En daar was hij niet vrolijk over. En ik heb van de medewerkers begrepen dat hij het daar echt heel erg moeilijk mee heeft. We hebben nu wat inbelmomenten. Dus ik ga hem nu inbellen. En dan gaan we even kijken hoe het met Bilal gaat. Excuus dat de beelden niet op en top zijn. Ik ben hier niet echt heel goed op voorbereid, eerlijk gezegd. Maar goed, het gaat gewoon meer om dat we Bilal eventjes zien. En even kijken hoe het met hem gaat. Hey, Bilal! Wat ben je? Hey jongen, alles goed? Ja. Ja? Hoe gaat het met je? Ja? Een beetje naar achteren, dan zien we je beter. Ja, zo hé. Wat een gozertje toch? Hoe gaat het, Bilal? Goed. Ja? Ben je ook een beetje aan het werk of niet? Hè? Oh. Of is Kronenstein dicht? Hoef je niet te werken? Nee? Ja, Bilal. Ik ben aan het vloggen, zie je dat? Wil je nog iets tegen de mensen zeggen? Wat gaan we doen? Wat zeg je? Wat gaan we doen? Wat we gaan doen? Nou, Bilal, we kunnen nu niks doen. Waarom? Nou, omdat de dokter heeft gezegd dat we elkaar nog eventjes niet mogen zien. Anders worden we ziek. Ja, dat is wel jammer, hè? Maar mag huis. Ja, ik weet het, jongen. Maar we moeten even wachten. Maar, wat doe je dan een beetje de hele dag? Werken. Werken? Zagen. Zagen? Ik heb nog een liedje met zagen. Maar die ken jij niet. Zagen, zagen, wie de wagen. Bilal kwam thuis om een boterham te vragen. Brian. Ja. Wat gaan we doen? Wat komt ze? Ja, Bilal. Ja, ik weet niet precies wat er gaat gebeuren, maar... kijk, wij mogen elkaar een paar weken niet zien. Maar... We mogen wel... Bellen. Ja, we mogen wel bellen, inderdaad. Ja. Klopt, heb je hartstikke goed. Vind je dat goed als we bellen?
Ja? Ja. Nou, gelukkig maar. Hey, wat zie ik daar? Heb jij nou een snorretje? Kijk en laat je zien. Ja, nee, dat is je wenkbrauw, joh. Nee, je snor. Kijk. Nou? Ja. Ja, ziet er goed uit, ziet er goed uit. En heb je ook een baard? Laat eens zien. Ja, ziet er goed uit. Ja, ziet er goed uit. Ja. Mis je Brian een beetje? Ja. Echt waar? Klein beetje of heel veel? Heel veel. En mis je Khadija? Ja. Klein beetje of heel veel? Heel veel. Hey. We houden van jou. We houden van jou, jongen. Hè? Wat gaan we gaan doen? Nou, we kunnen nu eventjes nog niks doen, Bilal. Maar zodra de dokter zegt, je mag elkaar zien, dan gaan wij een feestje maken. Waar? Nou, bij ons thuis. Ben ik jarig? En, nou, je bent nog niet jarig. Nee. Augustus. Weet je hoe oud Bilal dan wordt? Nou? Nou, zeg dan. Hoe oud denk je? Dan word je... 19. Nee, je bent nu 19. Maar in augustus word jij 20! Dan word je een echte... Mannen. Echte mannen. Ja. Dan gaat de moskee. Ja, ook de moskee is dicht, Bilal. Alles is dicht. Ja, vanwege die... Omdat de dokter dat heeft gezegd. De moskee is dicht. School is dicht. Werk is dicht. Alles is dicht, anders worden we ziek. Nou, straks gaan we jou weer bellen, ja? Vanavond. Afgesproken? Goed zo. Ik hou van jou. Hé, hey, Bidden, want wij zijn echte... Echte vrouwen. Grappen maken. En wij geven iedereen alleen maar? Liefde. En wij zeggen altijd... Positiviteit. Positiviteit. Ik hou van jou. Doei doei. Tot straks. Nou, ja. Hij zit daar dus in zijn eentje. En ik snap dat heel veel mensen denken van... Je moet hem daar weghalen en naar huis brengen. Ik snap dat mensen dat heel zeggen en dat is ook wat wij heel graag willen. Maar dat is niet iets wat zomaar kan. Eén, als we hem daar weghalen, dan mag hij ook niet meer terug totdat deze hele situatie voorbij is. Ik moet gewoon werken. Maar daarnaast is het echt, echt super, super zwaar. Dus... Weet je, Bilal, 3 weken minimaal, hè? Dus we weten niet hoe lang deze situatie... 3 weken thuis is gewoon niet te doen. En ik kan mijn vrouw dat niet doen. En de kinderen moeten thuis blijven. En Bilal en ik moet gewoon werken. Dat is gewoon niet realistisch. Kijk, als het allemaal heftiger wordt en zo, dan is het een ander verhaal. Want dan ga ik zelf ook niet weg. Maar ja, mijn ouders kunnen dat gewoon echt gewoon niet aan. En daarnaast de kans dat die... hier bij mij besmet gaat raken, is gewoon vele malen groter dan waar die nu is. Ik vind het echt, echt heel erg moeilijk. Nogmaals, ik praat daar niet heel makkelijk over. Het is ook niet iets wat ik zomaar met iedereen bespreek. Maar op de een of andere manier is het wel iets wat ik... wat ik nu wel doe. Omdat jullie natuurlijk elke week van onze video's zijn gewend. Dat betekent de komende tijd kunnen wij geen video's maken. Ik heb nog wel ergens nog een video staan die ik volgende week zal uploaden. En verder, ja, moeten we gewoon per situatie aankijken. Ik ga niks forceren en ik ga zeker geen risico nemen om een video met mijn broertje te maken. Dus, weet je, dat ga ik 100% niet doen. En we moeten gewoon per dag moeten wij gewoon aankijken wat we mogen en wat we kunnen doen. Ik wil sowieso de mensen bedanken die mijn broertje begeleiden. Eigenlijk is het echt onvoorstelbaar dat je daar naartoe komt. En het is echt zo moeilijk om gehandicapte kinderen te vertellen dat ze de hele dag hun handen moeten wassen. Dat ze de hele tijd hygiënisch moeten zijn. Dat ze niet de hele tijd aan elkaar moeten zitten.
Het is echt diep respect. Echt, draai een keer een dienst en je gaat meemaken wat dat betekent. Het is al lastig, laat staan in deze huidige situatie. Plus je kan ze niet uitleggen wat het is. He, we hebben het over dokter niet ziek worden, dat is wat hij begrijpt. En dan nog realiseert hij het zich niet helemaal. Hij voelt dat er iets niet klopt. Nou ja, en dan heb je mensen die nog een lager niveau hebben dan Billen. Dus daar heb ik echt diep respect voor die mensen die zich inzetten en risico nemen met eventueel alle gevolgen van dien. Dus ik wil jullie meegeven, als je met je familie bent en zo, geniet van de momenten met elkaar. En natuurlijk is het even handig om eventjes af en toe frisse lucht te scheppen. Even, weet je, dat je elkaar even in de haren kan vliegen. Dat hoort er ook een beetje bij, hè, bij familie, et cetera. Maar wees wel bewust wat voor zegening je hebt. Hè. Wees wel bewust van, hey, ik heb wel die mogelijkheid om mijn broer of broertje of wat dan ook knuffel te geven. Of in ieder geval respect te tonen. En met elkaar deze tijd door te brengen. Ik zie heel veel jongere kinderen zie ik gewoon buiten. Gewoon eigenlijk gewoon lak hebben aan alles. Ze een beetje omhelzen, een beetje chillen. Weet ik veel wat allemaal. Luister, dat is echt iets wat ik echt oprecht ziek vind. Niet doen, hou je gewoon aan de voorwaarden die regering vertelt. En sommigen zeggen van ja, het zijn complotten en het is gemaakt en et cetera. En het doet ons niks of wat dan ook. Waarom zou jij risico nemen? Voor wat? Voor wat ga jij risico nemen? Dus je gaat nu aan je mattie zitten. Vervolgens kom jij thuis, geef het aan je vader of moeder. Wie, weet je, of het nou klopt of niet klopt. Of theorie, complotten, et cetera, al die dingen. Maakt niet uit, hou je gewoon aan die regels. En er is niks aan de hand, als het goed is. Maar ga niet aan elkaar zitten, weet ik wat allemaal. Je neemt al die bacteriën neem je mee naar huis, die virussen. En dan besmet je misschien je vader of moeder. Ik zie mijn ouders ook niet. Ik ben volgens mij deze week ben ik één keer naar hen toe geweest. Maar ik ga niet die risico nemen dat ik naar hen toe ga en dat ik mijn ouders besmet. En ons, weet je, maar dat betekent niet dat ik ze niet kan bellen. Bel ze iedere dag als je op jezelf woont. Video bellen. Zorg dat de kleinkinderen hun opa en oma kunnen bellen. Geef liefde aan elkaar. Dus zorg dat je deze tijd gewoon liefde aan elkaar geeft. En met elkaar. En als jij iets kan doen voor een ander, dan moet je dat 100% doen. En ieder op zijn eigen manier. De ene is zijn oma bellen, de andere is iets brengen naar weet ik veel, helpen bij een instantie. De andere is zijn auto beschikbaar stellen. De ander heeft mondkapjes en die brengt dat naar het ziekenhuis. Weet ik wel wat je kan doen. Als je iets kan doen, doe het. Ik hoop jullie heel snel te zien. En volgende week hebben we een video die we ooit in de zomer hebben gemaakt. Volgens mij is dat een hele positieve, leuke video. En daarna moeten we gewoon met elkaar kijken wat ik zou kunnen gaan doen. Yes, mochten jullie ideeën hebben of wat dan ook, wat ik zou kunnen filmen of wat dan ook, dan hoor ik die graag. Mensen, alleen maar liefde en tot snel inshallah. Vrouwen in mijn liefde, geef me een kus. De echte papa dan een dikke kus. Ik zie mijn brein, echt mannen. Hoi.